De ANWB-nominatie Leukste uitje van Limburg staat weer op de agenda. Per provincie zijn er aparte verkiezingen. Drie attracties uit de Westelijke Mijnstreek maken kans op het Leukste uitje van Limburg. Voor de gemeente Steyn is het belevingspark Steyner Bos in Steyn. Erg geliefd door jonge kinderen en hun ouders. Er zijn onder andere een binnen- en buitenbad, speeltuinen, roeivijver, waterglijbaan, trampolines, blote voetenpad, skelters, minicars, kinderboerderij en een treintje door het park. Nieuw is de midgetgolfbaan. In 2021 bestond het bos 75 jaar. Uit Sittard-Geleen is het Lago Glanerbroek en voor Born Kasteelpark Born genomineerd. Woningbouwprojecten in Urban en Elslo lopen vertraging op door ingediende bezwaren door omwonenden. In Urmond gaat het om Lindehagen, de wijk met 50 woningen die ten noorden van het dorp moeten verrijzen. Een agrariër in de directe omgeving vreest te worden beperkt in de gebruiks-, ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden van zijn bedrijf. Bijvoorbeeld bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woningen, tuinen en trapveldjes. In Elslo stagneert het plan voor een 3-etage hoge appartementencomplex met 19 woningen op de plek van de voormalige basisschool Elkerlijk. De bezwaarmaker daar, een buurtgenoot, wijst erop dat in het plan niet is verankerd dat de nieuwbouw niet wordt aangesloten op het gasnet. Daardoor heeft hij niet de zekerheid dat het naastgelegen Natura 2000 gebied niet wordt aangetast. De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Kerenzijde en het Vonderen kan starten. Na de ondertekening van overeenkomsten zetten de betrokken bestuurders maandagmiddag in Limburg het sein op groen. De kosten voor de 18 kilometer lange verbreding van de snelweg tussen Steyn en Echt lopen op tot iets boven de 300 miljoen euro. Aanvankelijk werd uitgegaan van 250 miljoen. Bij de laatste raming stond de teller nog op 292 miljoen. Vanaf volgend jaar start het voorbereidend veldwerk. Eerder is al begonnen met archeologisch onderzoek op het tracé en het verleggen van 6 gasleidingen. Het echte werk begint in 2025 en moet in de loop van 2027 afgerond zijn. Sport- en beweegaanbieders leveren een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van inwoners in de gemeente Steyn. Om de bewoners optimaal te faciliteren, biedt Sportservices Steyn ondersteuning op maat. Tijdens een intake worden kansen en uitdagingen besproken op de club. Zo'n 300 services kunnen jullie helpen om problemen op te lossen of ambities te verwezenlijken. Ook dit weekend zijn er weer enkele garage sales in de gemeente. Aanstaande zondag vindt er in Urmond-Oost een garage sale plaats. Vanaf 9 uur tot 4 uur kan er naar hartelust gesnuffeld en gekocht worden. Ook buurtvereniging Het Eilser Kruutje organiseert op zondag 18 september van 9 tot 4 een garage sale. Iedereen is van harte welkom om te komen snuffelen bij de deelnemers in de straten in de ring van de Aronskelk in Elslo. Met meer dan 40 deelnemers is er voor iedereen wel wat te vinden. De deelnemende huizen in de straat in de ring van Aronskelk zijn te herkennen aan de ballonnen aan de raamposter Wij doen mee. Ook komt er een plattegrond met de deelnemende adressen. Mail voor meer informatie over de garage sale naar teilserkruutje@gmail.com. Stichting Seniorendag Steyn organiseert de Dag voor de Ouderen op zondag 2 oktober vanaf 13:30 en wel op 2 verschillende locaties.
In Stijn kunnen bezoekers terecht in Café Brasserie Merode en in Berg aan de Maas in het MFC. Bezoekers staan een gezellige middag te wachten met optredens van verschillende bekende artiesten. Elke senior vanaf 55 jaar uit onze gemeente is welkom op deze middag en hoeft geen lid te zijn van een seniorenvereniging, laat de organisatie weten. De entree is gratis en in de pauze staat voor iedereen koffie of thee en vlaai klaar. Daarnaast is er een loterij. Op ruim 40 plaatsen langs het Limburgse stroomgebied van de Maas zullen zich zaterdagmorgen 17 september zeker 3000 vrijwilligers melden voor handschoenen, schepnetjes en afvalzakken. Misschien worden het wel 4000 die de rest van de middag de oevers van de Maas afstruinen op zoek naar afval dat door de rivier is achtergelaten, zegt Noé Boesten van het IVN, tevens woordvoerder van de Maas Cleanup. Bij de eerste actie in 2020 werd 90 kilometer Maasoever in 45 dorpen ontdaan van zwerfvuil. Daaraan namen toen 5200 vrijwilligers deel die 6000 kilo afval raapten. Maar de actie in 2021 bracht ruim 10.000 vrijwilligers op de been. Zij hadden toen hun handen vol aan de grote hoeveelheden afval die waren achtergebleven na het hoogwater dat Limburg in augustus had geteisterd. Vrijwilligers ruimden destijds niet alleen het vuil in de Maas op, maar ook in zijrivieren en beken. Vanaf zaterdag 24 september 10:30 morgens tot en met zondag 25 september 9:00 avonds vindt er bij Crea Dance aan de Havenstraat te Stijn de Nederlandse kampioenschappen van de NTVB tafelvoetbal plaats. De beste tafelvoetballers van Nederland strijden dan in diverse disciplines om de nationale titel. Er wordt in de volgende disciplines gespeeld: dames dubbel en enkel, senioren dubbel en enkel, junioren dubbel en enkel en tenslotte de mixdubbel. De entree is gratis en meer info vindt u via onderstaande website.